Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Rick, Justin, jullie zijn er, dames en heren, jongens en meisjes, in dit geval. Welkom bij mijn les in hoe we vandaag weer zoveel mogelijk blokken gaan verzamelen. Yeah. Hoe we de borders zo groot mogelijk kunnen maken. Yeah. Dus en als het goed is, op 41%, jongens. We moeten naar 100%. Jeetje. De bedoeling, jullie kennen het allemaal van deze serie, is elke keer als wij een nieuw blokje verzamelen die we nog niet eerder hebben verzameld, wordt de border groter. En je ziet de border inmiddels niet eens meer zo groot als deze. Dat heb ik allemaal in dit boek gelezen. Volgende pagina is voor jou, Rick. Oh. Ik zag zojuist wel dat je het boek niet heel interessant vond. Hoezo? Rick, ook niet. Ik blader er een beetje doorheen. Even kijken, hoor. Dat is niet de goede pagina, Rick. Ik moet even verder bladeren. Oh, ja, oké. Okay. Deze? Nee, verder. Ja. Ik zei niet terug. Verder bladeren. Verder. Ja. Verder bladeren. Ja, nee, dat doe ik. Nee, niet terug. Rick snapt niet hoe boeken werken. Ik heb een leuk feitje. Ja? Wist je dat er nog maar 59% is? Nog maar 59%. Laten we dan maar gelijk beginnen. Rick, jij bent nog steeds de commandant. Ja, Vertel wat we moeten doen. We hebben optie nummer 1. Die zien optie nummer 1. In beeld. Wow, wat een mooie optie dit. Wow. Wat zie ik hier, Rick? Je ziet hier allemaal bedjes, wat stukjes eten en allemaal dingetjes. Maar, omdat je dan toch bezig bent met de bedjes en de kleuren, komen er ook banners bij. Dus diegene moet ook banners maken. Oké, prima. Dan moeten we ook banners, gekleurde banners. Gekleurde bedjes, allemaal extra kleine dingetjes en zo. Dat is een goede optie. Wat is optie 2? Optie 2, dat is hier, heb ik geen screenshot voor. Ik wou net zeggen, ik denk dat er niet iets in beeld komt voor optie 2. Sebastiaan, doe een kist in beeld. Een kist in beeld van Minecraft. Wow, zie je ook die kist, Justin? Wow, wat een kist. Hij is helemaal paars ook. Hij is niet paars. Oké, okay, vanaf nu is hij ook paars. Sebastiaan, het spijt me, de kist is paars. Wat een mooie paarse kist met een donut ligt er zelfs op, volgens mij. Nee joh, een donut. Jeetje. En hij zit op een strand met een cocktail. Nee. En hij zit zelfs op een strand met een cocktail. Sebastiaan, het spijt me. Maar je moet echt veel editwerk doen voor deze intro. Oké, dat was optie 3. Ja, wat is de kist trouwens? Je hebt de optie nog niet uitgezegd. Ja. Wat is het? Wat houdt de kist in? Oké, de paarse kist met een donut op het strand met een cocktail. Dat is dus voor degene die een chatroom gaat bouwen. Ah, dat is handig. Want we hebben het monumenthuis, maar dat is niet de daar plaatsen we alleen maar enkele spulletjes in. Kleine spulletjes. Dus we hebben een chatroom nodig. Ja. Dus die moeten we gaan doen. Uh-huh. En we hebben optie 3. Daar staan we bij. De enchantment table. Die is nog best wel zwak. Ja, daar moet natuurlijk een volledige, hoe heet het omheen? Een boekenkast. Maar ook een huisje, vind ik. Ook een huisje, vind ik ook. Een klein huisje of een grot of iets. Hij moet op zijn minst ergens een mooi plekje krijgen. Ja, dan hak hem toch. Dan zet hem daarin. Nee, niet dit monumenthuis. Het is geen monument. Het is misschien wel moeilijk te doen, Justin. Ja, ik heb ook nog een ander punt van kritiek. Nou? Ja. Voedsel. Ja, dat hebben we genoeg. We hebben echt een farm die gewoon goed werkt. Er liggen 100 miljoen koekjes daarin. Ja, die liggen er al de hele tijd. Ja, pak ze dan. Ik wil verse koekjes. Jongens, laten we beginnen. Rick, wie gaat wat doen? Mag ik eerst kiezen? Ik vind dat jullie vandaag zelf mogen kiezen. Ja, dankjewel. Justin, jij mag eerst kiezen. Vorige keer de keuze niet heel goed gegaan. Nee, vorige keer heb je koraal gekozen, was een foute keuze. Dus nu doen we keuze 1. En dat is jij gaat de bol en de bedjes Ik ga weer moeilijk doen, maar ik hoop dat ik nu wel de kijkers... Dus wij moeten bouwen. Ik ga de enchantment table doen. Daar ben ik heel blij mee, want we hebben geen koeien. Dus ja, dat wordt even koeien zoeken. Ik ga de chestroom wel bouwen. Dan ga jij de chestroom doen, prima. Dan gaan we hebben allemaal een taak, jongens. Ja. Justin gaat banners, bedden en weet ik wat allemaal maken. Ik ga koeien regelen. Een enchantment table upgrade geven en Rick die gaat een chestroom bouwen. Ga je een nieuw huis verbouwen? Ik wil geen kelder of zo maken. Ja, ik zit een beetje te twijfelen. Ik wil graag jullie input hebben. Nee. Dat is zo ik ga niet twee taken doen. Daar hebben we ook niet voor betaald. Nee. Hallo. Vastbeders. Goeiedag. Hey jongens. Ik denk Rick dat je lekker zelf moet uitzoeken. Ik denk dat ik hem onder water ga bouwen. Onder water? Nee, natuurlijk niet. Waar is die lied? We hadden toch een lied? Hadden wij een lied? Volgens mij hadden we een lied. Ik kan me herinneren. We hebben meerdere zelfs, want we hadden lama's vermoord. Ja, weet je waarom? Nou? Die had ik meegenomen. Waarheen? Niet naar de nether. Een heel warm zwembad. Nee, zeg maar niet dat alle twee die leads in de nether zijn. Nee, Justin. Flashback. Oh, hier is er eentje. Nee, geen flashback. Ik heb hem al. Ik ga koeien zoeken, jongens. Dat is mijn eerste taak. Ja, neem ook even twee... Wacht, Max. Nee, ik ben al onderweg. Ik ben al heel Max, ver. Hallo, je stond hier net. Hallo, ik zie je wel lopen. Hebben we nog een beetje eieren ergens? Ja, in de grotten hieronder ergens. En hier 2 en 1. Cool. Wat dan? Nou, als je dan zo'n 3 bucketjes melk meeneemt voor mij, kan ik een taart maken. Ja, maar ik ga toch die koeien meenemen?
melken kan je wel. Ja, dan kan je toch hier kan je melken als ze er zijn. Of ze nou... Ja, dan, uiteindelijk ben ik nog net zo snel hier. Je gaat ze dan niet meenemen? Ja, natuurlijk wel. Oké. Okay. We moeten toch een koeienfarm hebben? Tjoe, daar, jongen, waarom denk je dat ik een lead nodig heb om hem op te hangen of zo? Waarom denk je dan dat ik een lead nodig heb? Schiet dan eens op. Ja, ik ben toch al de weg, jongen. Rick, is Chestroom al klaar? Ja, bijna. Bijna, hoe ver ben je? Nul. Nul. 0%. Ja, ik ben niet zo goed in bouwen, jongens. Dus ik ben even... Ik heb wel... Jij bent op internet aan het opzoeken, zeker? Nee, nee, vieze gore Minecraft nee. Dat vind ik een beetje vreemd, wat je nou zegt. Ik heb wel echt een goed idee, alleen... Ik merk wel dat het echt een schaarste is aan leuke spulletjes. Leuke spulletjes? Je moet ook niet leuke spulletjes hebben, ik zoek vol. Black Dye is er niet. Ja, dat hebben we niet. Dat heb ik eigenlijk ook nodig. Ja. Squids. Ik moet gewoon squids even zoeken. Squids. Ja, maar ik heb... Ik heb zwarte blokjes nodig. Oh, hier heb ik eentje. Hier. Obsidian. Thanks. Ja, zwart. Nee, dat is paars. Paars, zwart. Zwart, paars. Jullie hebben hele leuke informatie, jongens, voor de video. Paars, bedankt. zwart, paars. Ah, jij zegt heel helemaal... blij dat ik jullie telkens uitnodig voor dit. Leuk, hè? Ja, maar jij zegt helemaal niks. Nee, omdat ik koeien aan het zoeken ben. Dan ga ik dan niet oneindig praten. Hoezo niet? Is dat zo erg uitdagend? Ik wil nu absolute stilte tot ik een koe heb gevonden. Sorry, ik moest... Yes, ik zei absolute stilte tot ik een koe heb gevonden. Ik moest mijn adem inhouden. Nee, joh, ik heb niks gezegd dat mijn adem inhouden. Ja, ik moest me stil houden, anders ging ik ademen. Ja, maar dat horen we toch niet, Justin? Nee, hoor je... Oh. Heel vreemd. Ja. Rick, wat ben jij Wat is er? Hier is de baas. Ik heb een koe! Hier is zelfs twee! Ja, sst! Ik zei absoluut stil tot ik een koe heb gevonden. Nee. Dan heb ik er zelfs twee. Ja, wat is er, Justin? Je hebt iets gedaan wat Marcus van Plakkers niet leuk vindt. Wat dan? Oh! Ik weet wat je bedoelt. Wat heeft hij gedaan? Ja, dat zie je straks wel. Ik denk niet dat hij meer welkom is. Jawel. Oh nee, wat heeft ik heb helemaal gedaan. Niks gedaan. Nee, doe nou een keer de bedoeling wat. Is dat je wel wat gaat doen. Ja. Jazeker, maar ik ben druk bezig met wat ik hoor te doen. Kijk, als er toevallig een obsidianblok midden in het cacaohuis staat, heeft Justin dat gedaan. Nee, dit kan je niet. Waarom zou ik specifiek daar niet blij mee zijn? Ja, precies. Omdat het in de weg staat. Ja, maar dat is jou ook in de weg. Ja, maar jij bent de koning. De koning. Toch? Jongens, die koeien zijn vervelend. Ja. Weet je wat nog vervelender is? Een hele aflevering op zoek gaan naar iets wat je niet kan vinden. Wat ben je aan het zoeken dan? Ja, de vorige aflevering. Oh! Irritant koe! Kom hier! Hey, jullie, maar ik heb al twee achievements, hè? Wat hebben jullie? Ik heb een koe. Ik kan geen achievements krijgen, Justin. Ja, dat is toch het doel van deze hele aflevering? Ja, maar dat gaat nu niet. Hoezo zei je trouwens dat hij in de weg stond, Justin? Hij staat echt gewoon perfect. In de weg. Nee. Ja, Rick, als ik dat vind... Dan is kijk, dat zo. Nog één item, precies wat ik nodig had. Oké, ik laat één koe even hier, die komt zo meteen wel, maar ik... Oh, dit is zo irritant. Kunnen koeien ook in boten? Ja, hè? Yeah. Ja. Oh, monsters. Het wordt weer donker. Ja. Ik ben onderweg met één koe. Top. Niet zo veel. Hoezo nemen we er niet twee mee? Ja, omdat het niet lukt. Oh nee, een trident. Ah! Follow. Ah! Follow. Nee, hij raakt mijn koe! Hij raakt mijn koe één keer geraakt! Nee, mijn koe is dood! Hij heeft mijn koe vermoord! Nee! Dat meen je! Waarom? Ja, je had nog een koe, toch? Ja, maar ik had eindelijk twee. Ik dacht, dan heb ik er gelijk twee. Oh, dit is echt... Erg kon het niet. Oh, wat irritant. Hij gaat me ook doden. Hij gaat me denk ik ook doden. Nee. Klopt. Gewoon snel varen. Oh, ik heb hem. Gast! Hij heeft letterlijk de koe vermoord. Oh, dan moet ik die andere ophalen. Wat irritant. Als die andere koe nu gedespand is, ben ik echt... Ah, oh, hij is gelukkig nog. Had hij dan een vogeltje? Ja. Ja. Wat dan? Zo? Ja, dat vond ik gewoon jammer dat jullie een vogeltje hadden. Nou, koe, kom mee. Jij gaat niet dood. Kan het nou weer dat hij door een trident ook echt doodgaat? Omdat het aardig scherp voorwerp is. Oh. Ja, nee. Wat had dan meteen gezegd, Justin? Dat had ik niet eens in de buurt gekomen. Nee. Ik denk weer Justin schuld dit. Nee, maar dat is een leermoment. Kijk, je leert ervan om het mee te maken. In plaats van dat iemand het uitlegt. Justin, 2023. Justin, bedankt. Nou, we hebben op zijn minst wel geleerd doordat die koe dood is. Heb je er toch wat van geleerd? Wow. Ja. Lekker, Rick. Thanks. Dank jullie wel, dames en heren. Nou, gewoon niet. Met het zeg je altijd nog goed stappen. Dank je. Oké. Waar ben je eigenlijk van plan om het enchantment ding te maken, Max? Dat anticipeer ik op waar jij de dingen smaakt. Goed, want dan ben ik volledig jouw ruimte weer gaan halen. Dan zitten we even op één waar de enchantment table staat, ben jij nu... Ja, daar komt de chessroom. Oh mijn god. Oké. Begrepen. Luid en duidelijk. Top. Ja, wordt niet geaccepteerd, maar ja. Ja, toch zal het moeten. Ja, ik heb wel echt een koe aankomen. We moeten. Ik heb wel...
Hey! Dankjewel, dames en heren. Wat een mooie koe heb je daar. Ja, ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Gast, ik heb eten nodig, jongen. Nee, hou op, alsjeblieft. Echt. Hij gaat ook echt gewoon bij het vark hier. Kom. Hoezo? Vind ik lullig. Hoezo bij het vark? Oké. Zo, hoezo, wat is er mis? Het vark, er zijn dikke vrienden mee. Laat even slapen met z'n drieën. Nee. Nee, zegt hij, oké. Okay. Waarom staat hier obsidian? Ik kan hem weghalen, ik heb daar een pickaxe. Nee, een enchanted iron pickaxe zelfs. Maar geen silk torch. Jawel, ook. Nou, grapje. Laat even slapen. Nee. Kom jongens, laat er nou even slapen. Kom op. Doe even rustig. Nee. Rick, kom op. Ik ga niet nou eens op, Rick. Kom op. Justin ligt in je bed. 11, 12. Hier, Rick. Deze voor je. Rick. In je bed. Ja, auw. Ik ben 14, onderweg. 14, 18, 2, 9. Ik weet niet of je aan het tellen bent. Ik ben aan het verpesten. 2, 1. Ik ben er letterlijk. Slash kick Rick Force. Ja, ja. Mijn bed. Jongens, ga even in bed liggen. Max, ga even liggen. Justin. Ja. Ga nou liggen. Nee. Oh, je lacht al. Hallo jongens. Hey. Goedemorgen. Hi. Hi. Jezus, Rick, wat ben jij nou weer aan het bouwen? Ja, wat gaat dat nou weer worden? Ja, dat, Max, heb jij één leer van mij? Dat zie je wel als het klaar is. Ja, hier. Spreek. Het wordt echt vet. Wat is er, Justin? Waar moet je lachen? Gewoon, ik had gedacht dat je dan de koe ging doodmaken, maar dat hoeft dus niet. Nee. Dat doe ik straks wel even. Nee! Oh, jongens, alsjeblieft. We hebben echt veel meer leer nodig. Even kijken, ik moet even gaan minen, want ik heb dat diepslate heb ik nodig. De mijn je. Ja, ik meen het. Dat mine je. Dat mine ik. Dankjewel, dames en heren. Waarom hebben we elke keer in de aflevering een terugkomend segment? Want letterlijk elke keer. Ja, nu is het gewoon na elk grapje. Dankjewel, dames en heren. Ja. Shout out naar jou. Ik ga nu ook een boot meenemen. Ja. En dan ga ik in de woestijn ga ik een koe vinden. Ja. In de woestijn. En dan noemen we hem Moestijn. Dankjewel, dames en heren. Ik ga dood. Oh, Justin. Drought ook echt. Ik ben ook echt verdronken. Ja, ik was misschien aan het al tappen. Justin. Hey, ik kan nog wel wat cactus meenemen, want ik zie dat daar... Ja, graag. Dat is best wel wat cactus. Oh nee, dat is niet beschikbaar. Laat maar. Oh. Ik kan zeggen, dat kan ik pakken, maar we kunnen als het goed is nog niet bij de buurt komen. Yo, ik heb hier gewoon een gratis XP, hè? Hey, vogeltje en een kippetje. Een kippetje. Yeah. Maar ik moet wel even kijken of we een koe kunnen vinden hier misschien. Ik dacht, in de woestijn leven wel veel koeien, toch? Ja, nee, tuurlijk. Veel gras dat is meestal ook. Wel. De plek voor een koe. Misschien vind je wel een konijntje, dat hebben we ook nog nodig. Een konijn? Waarom? Ja, rabbit hide en een rabbit meat. Ah, dan kan ik die beter gewoon slachten. Ik denk niet dat zo'n konijn meenemen nuttig is. Nee, hey, daar is ook Red Sand, de mesa's in de buurt. Oh, dan kunnen we ook al die terracotta. Ja, alleen dat ding is, we moeten wel de borden nog even groter maken, voordat we daar kunnen komen. Ja, we gaan de goede kant. Kan met een comment, volgens mij. Hou op, dan kan maar een borden groter. Dat was niet in dit geval. Normaal wel. Hey, bingo! Nee joh. Nee, boeken kill, die hadden we helemaal nog niet. Nee, dat doe ik. Wat ga je schrijven, Justin? Een Maak ook even een lectern. Die heb ik ook nog niet gemaakt, denk ik. Hé, volgens mij ben ik iets aan het doen, Rick. Ja, denk ik dat je nou gewoon even geduld hebt. Ik heb geen geduld. Misschien moet je dat een keer gaan vinden. Waar moet ik dat zoeken? Ja. Vertel het me, Justin. Vraag dat lekker aan jezelf. Ophouden nou, jongens. Geen ruzie maken. Ja, nou, Rick. Ja, maar op deze manier vullen we de video veel te snel. En dan tegen de tijd dat ik twee koeien heb, is het al 40 minuten. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt ook wel. Dus ik wil absoluut stilte, totdat ik een koe heb gevonden. Ja, oké. Moet ik weer mijn adem inhouden? Dat betekent, nee, ik wil zeggen, dat betekent niet dat je adem in moet houden. Hey, bingo. Hey. Nee joh. Ik zei absoluut stilte. Hey. Sorry. Maakt niet uit. Heb ik nu gewonnen, omdat ik het langs stil heb. Jij snapt ook niet van stil zijn, hè, Rick? Hou op, Justin, jij moet ook stil zijn. Ja, sorry, maar ik moet weer... Justin, kan je nu stoppen, houden? Rick. Sorry. Maakt niet uit. Ik wil een koe, Max. Hou op, ik zei nee. Rick, jij snapt het niet. Stilte tot ik een koe heb gevonden. Stilte voor de storm. Maar hoe weten wij wanneer jij een koe hebt gevonden? Dan ben ik niet meer stil ineens. Oké, okay. Ja, maar dan is dat even duidelijk. Sst. Mag ik heel even tussendoor? Nou, wat irritant. Oh, wat irritant. Ja, wat is er? Heeft iemand wat leer? Nee. Ja, eentje. Maar ik ben een koe aan het zoeken. En niet een koe slachten, dan word ik echt boos. Oh, ik heb al ligt gewoon 5 leer in de kist. Wat ben je aan het zoeken? Oh. Hai, bingo. Een koe! Bingo. Bingo! En ik heb echt bingo deze keer. Dit is, hij is ook lekker dichtbij namelijk. Volle kaart? Volle kaart. Justine, zwemt hier een inktvis. Pak hem. Waarom? Ja, je had toch zwarte dye nodig? Ja. Wat ga jij bouwen, Rick? Hey, ja, dat zie je zo meteen wel. Jongens. Nee, ik zie het nu al en ik vraag het me af. Jongens. Ja. Bingo. Hey, glow item frame. Oh, die Justin is allemaal gekke dingen aan het craften. Wat goed, een man, hè? Hij heeft wat in te halen natuurlijk van de gemiste aflevering. Ik kan het zeggen. Hey. Justin heeft maar 65 dingen. Ik heb er 211 en Rick 166. Ja, ik mag heel vaak niet meedoen. Wat zei je, Justin? Nee, verstond je oprecht niet. Ik mocht heel vaak niet meedoen. Je mocht niet meedoen. Hé, hey, een koe. Hé, hey, leuk hè? Niet slachten. Nee, zou ik nooit doen. Ik
ga even wat boom hakken. We moeten even nieuwe hekjes maken. Je durft ook boom hakken, want dat heb ik nodig. Ja, nee, ik ga niet. Ik ga inderdaad ook boom hakken, maar ik weet niet wat voor andere, wat je anders wilt dat ik ga doen. Ja, ik heb hout nodig. Dus dat zou ik echt waarderen als je dat even. Ja, maar ik ga het zelf gebruiken. Nee, maar toch doe het maar ook even voor mij. Nee, wat ik heb wel wat anders. Ga je dat gewoon doen? Hier, Rick. Luister nou een keer naar. Ja, die mag je hebben. Waar ben je? Je ziet me niet eens. Ik zit in de mind. Oh, je zegt dat we echt perfect getimed bedankt namelijk. Ja, klopt. Ja, maar ik zat gewoon op jou in te spelen. Wow. Hey. Goed, hè? Bingo. Justin, je bent echt goed vandaag. Verzamel je ook alles in die kisten? Ja, hier. Kijk. Oh, dit is alles wat je verzameld hebt. Ja. Vuurwerk! Waarom? Was dat ook de bedoeling? Nou ja, het stond op mijn lijstje, dus daar gaan we het doen. Nou, goed voor jou dit. Dankjewel. Goed, hey, ik ben trots op jou. Oh, jij wel. Ja, jij ik niet dan? Ik ben niet trots op jou, Rick. Oh, waarom? We moeten er even over nadenken. Ja, nee, is goed. Laat me weten als je wat hebt. Laat me weten als je reden hebt gevonden. Mm. Oké, jongens, de koeienfarm wordt uitgebreid. Dit wordt geweldig. Voor de volgende aflevering moet iemand een farm maken. We hebben al een farm. Nee, ik bedoel een dierenfarm. Ja, daar ben ik letterlijk nu mee bezig. Waar ben je daar nu mee bezig? Ja. We hebben een mooie boerderij nodig. Oh, nee, ik denk dat Justin dat moet bouwen. Nee, maar, ja, dat is wel een Justin-taak. Ik ben nu gewoon even de koeien een hok aan het geven. Waarom? Dan ga je terug naar je roots. Heb je nou letterlijk een boom recht voor mijn huis neergezet, Max? Nee, die is heel snel gegroeid. Ja, nou, hij is ook echt een unit. een vervelende unit is het. Zo, en dan gaan ze gelijk hatsenbatsen met z'n tweeën. Daar komen een babykoetje komt eruit. En die kan dood. En die, nee, dan moeten ze het babygroetje uiteindelijk met zijn moeder gaan hatsenbatsen. Oh. Ja, heel vreemd, ik weet het, maar dat is wel echt hoe het gaat. Ja, hoezo? Ja, gewoon. Kijk jongens, nee, dit is helemaal... Nee, dat ga je niet doen. Dit, Max, ben jij dit geweest? Wat? De obsidian. Ja, dat was mijn cadeautje voor je. Nou. Nu heb jij de obsidian. Mag ik hem straks Ik ben hem aan het hakken, maar ik ben gaat hem... Gaat het? Ja, wat ben jij een stomme jongen. Max, dit is niet leuk. Oké, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Namelijk, ik heb gewoon een tweek of meerdere koeien. Helemaal niks. Dus dan kan ik dit allemaal hier hakken en dan kan ik zo meteen... Ja, dat ga ik zo hakken. Dan ga ik even eerst die dinges upgraden. Ik heb allemaal boekenkastjes nodig natuurlijk en daarom heb ik een leer nodig. Jongens, we hebben een bewoner. Hebben we een bewoner? Ja, we hebben iemand op bezoek. Wie? Hij heet Knorrie. Knorrie, je hebt een nieuw varken. Hebben we tweede varken? Ja. Bewaar hem! Dan kunnen we ook varkens breeden. Alleen nou, moeten we wel ik denk nog niet dat deze samen met de andere varken iets wil gaan doen. Zit in de nether zeker? Oh. Nee, niet. Ik ben niet in de nether. Maar hij is teruggekomen. Hij is teruggekomen, dus Knorrie. Oh, Knorrie. Nee, ik denk niet dat deze inderdaad wel gezellig met het andere varken hij gaat met mij mee. Goedjes. Hij gaat gezellig met jou mee de nether weer in. Wat een spannende portal dit trouwens. Zo. Ding, hè? Tja, dat is echt spannend. Hadden we al een kasteel gevonden? Ja, die hadden we gevonden. Maar daar kon je niet bij, toch? Nee, maar waar was dat? Ja, dat is, ja, maar waarom ga je erheen? Je moet toch iets met wol doen? Ik heb toch net een bord nodig, een blazerots. Je gaat de moeilijke dingen doen in plaats van gewoon rustig de wol. Dat is voor de video! Ja, maar we hebben al zo... Je bent de vorige keer al dood gegaan in de nether, waarom? Ja. Je hebt niks belangrijks bij je, toch? Niet toevallig twee leads of... Dan twee stekjes koekjes. Nee. Dat is echt zonde, Justin. Dat is echt zonde. Ja, maar... Ook geen pickaxe. Laat ik die eerst even halen. Ja, en drop dan gelijk je koekjes. Ik wou zeggen, gelijk wat koekjes achterlaten. Gewoon, ja, net zoals... Nee, niet koekjes zelf net als, erop. Ja, maar dan kan ik de route terugvinden. Oh, ja, is goed. Zullen we zo eerst even slapen? Hier? Ja, ik heb al je koekjes opgepakt. Ik het wordt alweer donker. Hier, dan heb je nog meer koekjes. Thanks. Laten we slapen, jongens. Het is bedtijd. Kom eraan. Mam, ik ben al niet moe. Je gaat nu naar bed, Justin. Nee! Jawel! Ik wil niet! Je moet! Oké. Maar ik vind het zo raar, hè. Ik stop nu iets in de oven, ja? Ik ga slapen. Ga nou gewoon slapen. Ja, maar ik stop nu iets in de oven. Ga slapen. Word wakker. Ja? Is nog helemaal niks verder gebeurd. Ja, het is traag. Hey, Iron. Rick, geef terug. Geef terug. Ophouden dan. Is klaar. Hey, nee. Sorry. Oh, het deurtje zit dicht. Corrigeer ik was dat. Oké, papier. Hier? Nee. Heb je nog leer over Justin of heb je dat allemaal opgemaakt? Nee, het ligt in een van die bakjes daar. Oh, daar ga ik even pakken. Rick, dat ziet er niet uit. Wat is er? Ziet er niet uit. Nee, je moet wachten op het eindresultaat. Nee, het eindresultaat kan echt niet mooi zijn gewoon. Daar heb ik echt nul vertrouwen in. Ik heb echt nul vertrouwen in dat het eindresultaat mooi gaat zijn. Rick, doe keer je best. Ik doe mijn best. Dit wordt echt vet. Hier is helemaal geen leerjustin. Maar je wel, vier. Ja, eerst kijken en daarna pas zeuren, Max. Ja, precies. Wacht even op het eindresultaat. Het wordt echt vet. Ik beloof jullie dat het echt vet wordt. Het gaat echt niet ja, vet worden. Ja, vet lelijk bedoel je. Nee. Yeah, Rick, jij wou juist te zeggen. Muscle memory.
Nee, maar als het klaar is, dan denk je van wauw, Rick, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja. Nee, dan denk ik, ja. Nee, dan denk ik ook van wauw, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat inderdaad. Van jee, Rick, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik vind dat jullie wel een beetje negatief zijn op dit moment. Ja, dat snap ik. Hey, ook zelfs, ja, dat nog niet. Dat is logisch ook met wat, hoe dit eruit ziet. Yeah. Die Jammer Table staat er ook echt. Oh, je hebt echt precies daar wilde ik wat bouwen. Je mag ze wel, wel naast bouwen. Doe gewoon een keer. Wil je ook even die obsidian even weghakken? Want dat maakt het lelijk. Nee, dat is nu deel van het gebouw. Nee. Ja, ik ga het met een iron pickaxe weghalen. Eén voor ik alle, zou het doen alle voor één. Als jij hem mooi maakt, het huis. Ja, het wordt mooi. Wacht nou gewoon even. Oh, oké. Okay. Ik ga hem weghalen voor je. Dankjewel. Het wordt echt mooi, Justin. Jullie weten nog niet eens wat het wordt. Nee, dat bedoel ik. Nee, daarom. Dan weet je gewoon, het is toch volgens niet mij klaar. Weet jij ook nog niet wat het wordt. Ja, echt wel. Ik heb het helemaal ingecalculeerd. Dan gaat het op lijken dan. Ja, dat ga ik nog niet vertellen. Oh, het gaat op een kist lijken, zeker. Oh, het gaat een kist worden. Wow. Ik zie het al. Ik zie het al. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Paarse? Vet, hè? Nee, hij is paars. Nee, ik heb maar hij moet paars met een cocktail op het strand. Ja, maar ik heb dus niks, geen paarse blokken. Ik ga een kelder maken in het dingeshuis. En wat ga je doen? Officieel een kelder. Ga je in de kelder stoppen? Jullie. Oh. Nee, in de kelder komt enchantment dinges. Ja, ja. Nee, echt. Oh, ik heb mezelf weer in een heel moeilijk nest gestopt. Ben je weer in de nether? Nee, natuurlijk niet. Zou ik nooit durven. Ik ben in de nether. Hallo, hij is toch in de nether. Hallo, tegen mij. Hij heeft geliegd. Alsof ik een kind was. Laat nu achter in de reacties of jij ook al een keer liegt. Jongens, inderdaad. Nee, dat doen we niet. Nee, dat is ook want mee. Jullie ouders kijken ook mee. En dan ook met wat je hebt gedaan, bij wie. Welke datum, welke tijd, inderdaad. Laat even je grootste leugen achter. Gewoon in de reacties, als je durft. Je grootste leugen. Met bewijs dat het een leugen is. Ja. Nee, hoezo met bewijs? Ja, anders kan je net iets gaan verzinnen. Nee, 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 geen bewijs. Misschien is dat dan wel de grootste leugen, dat ze beweren dat ze leugen hebben gehad. Dat is gewoon, dat is de leugen. Zo. Wow. Die komt wel even binnen. Ja, nee, dat kan je wel zeggen. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb dus geen zwarte wol of zwarte blokjes, dus daarom moet ze maar diepsleet worden. Maar verder lijkt die echt exact. Max, je bent er wel blij mee, toch? Komen zo op terug. Oh. Dat is een moeilijk onderwerp, Rick. Maar ik doe wel echt gewoon even mijn best hier. Ja, maar soms moet je iets meer dan je best doen. Nee, dit is, zo hoort dat niet, Justin. Ja, maar ik ben er tevreden mee. Het was, kijk, jullie zijn net nog dat jullie geen inbreng mochten hebben. Nee, dat klopt. Dus wat Rick bouwt, blijft ook wel staan. Dat is gewoon Ja. Maar als ik een keer een aflevering alleen opnemen, dan, ja. Aflevering alleen? Ja, ja. Dan wat? Wat wil je dan gaan doen? Dan, Ja, vertel het maar even. De kelder begint mooi te worden, jongens. Echt? Hoezo kan de kelder mooi worden? Lijkt het op een kist? Het lijkt niet op een kist. Ja, dan vind ik hem niet zo mooi. Zet dat nou weer? Laat mij eens even kijken. Jeetje. Ja, wow. Een mooie kelder dit. Waarom is het zo'n diepe kelder? Hoezo? Ja, hij moet toch gewoon diep zijn, anders is het geen kelder. Ja, maar hij is diep. Ja, diep. Genoeg. Dit vind ik een rare conversatie. Ik wou het niet zeggen. Hé, hey, Justin, ik heb iron nodig. Maar dat heb ik hier. Oh, wat mag zeg je hi Justin? Justin? Oh, ook echt perfect gewoon. Waarom hi Justin, Rick? Omdat jij net iron had. Ja, had. Ja, dus waarom heb je het nu niet meer? Nou, omdat ik misschien had. We lopen een beetje naar niet veel schermen, Rick. Hoezo? Je had een kist moeten hebben. Hoe gaat het met de banners, Justin? Ja? Waarom zou ik banners gaan maken? Dat is helemaal niet leuk voor de video. Mensen willen zien dat ik dood ga in de nether. Ja, maar dat hebben ze de vorige aflevering al gezien. Ze willen niet steeds herhaald worden, Justin. Ik kan het zeggen, we willen geen herhaling dat Justin hier... Oh, Justin gaat weer dood in de nether. Dat is gewoon standaard inmiddels, Justin. Ja. Je bent nu een beetje standaard aan het doen, Justin. Ja, doe even iets origineels. Ga banners maken ofzo, want die zijn nog niet gemaakt. Dat is origineel. Ga banners maken. Hey, ga je even bezig met iets leuks bouwen? Ja, dat doe ik. Ik bouw een kist. Ja, iets leuks bedoel ik. Ja, ja iets leuks bedoel ik. Jongen. Ik wil graag even in de reacties zien hoe leuk mensen mijn kist... hoe leuk mensen mijn kist... Wacht maar even met dat vraagje af. Dus ik denk dat je anders echt gewoon hele gemeene reacties krijgt. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, maar ik kom nu weer even teruglopen, maar het ziet er wel echt... Ongelooflijk magnifiek uit. Oh, nou, goed, bedoelde ik. Ja, ik versprak hem ook. Ik bedoel, de spuug lelijk. Ik vind het een beetje... Waarom doe je die nou weer zo? Wat? Omdat wij gewoon zo zijn, Rick. Accepteer het of... Of? Niet. Ik accepteer het niet. Ik heb het niet geaccepteerd. Dat is een probleem voor jouzelf. Jongen, ik ben heel onlogisch met de keldertrap aan het maken. Hoezo? Ja, dat zien jullie zo wel. Wat wordt er mooier, mijn kist of je kelder? Ik hoop echt mijn kelder. Mijn kist, ik ben bang. Zo. Het zit ook echt in de weg nu. De keldertrap zit net zo hard in de weg als gewoon de trap die midden in het huis staat. Nice. Weet je wat ik aan het doen ben?
Helemaal niks. Dat is een iron pickaxe en een blokje obsidian aan het weghakken, waar ik al 3 minuten na aan het staren ben. Maar Rick, weet je wat jouw... Ja, hij is weg. Ah, je hebt hem! Rick, weet ik je wat jouw... Slaan. Rick, weet je, wist je nog wat jouw taak was? Ja. Dat was niet blokjakken, hè? Gisteren, wist je nog wat jouw taak was? Ik ben nu een beetje je taak aan het... Gisteren, waar zijn alle bedden die op je in jouw dingetje stonden? Die zijn een paar in de kist. Ja. Niet alles. Waarom niet alles? Omdat ik anders geen motivatie heb. Ik doe hier en daar wat. Vind ik niet... Nee? Nee. Dan vind je dat lekker niet. Justin, wat ben je lullig vandaag? Ja, wat ben je vervelend, Justin? Ja, ik ben aardig vervelend. Dan zeg je eerst al, ik wil helemaal niet meedoen met je stomme serie. Zeg je altijd tegen me. Ja. En dan eindelijk... En dan eindelijk na een lang zeuren doe ik ietje mee. Ja, en dan denk ik nog steeds, jezus, wat is dit saai. Nou, dat is niet waar. Je vindt het altijd leuk. Je smaakt altijd om mee te doen. Ja, dat is waar. Dus wanneer stop je? Jongens, de kelder wordt echt geweldig. Echt waar. Echt? Ja. Kom zo meteen even controleren. Nee. Dat wil ik niet. Ja, maar ik wil het wel. Nee, maar dat durf ik niet. Zeg ik het op die manier. Oh. Ik ben bang voor je mening. Echt? Nee. Ik was ook bang voor jouw mening, maar... die heb je al gehoord. Ja, die heb ik al gehoord. Hebben we nog een beetje ijzer ergens? Pas wel. Nee. Nee, hè? Oh. Dat vind ik echt heel, heel jammer. Ja, dat ik ook jammer vind. Nou? Dat ik nog steeds die stomme rotkasteel niet heb gevonden. Ja, maar waarom ga je daar ook? Ga nou bennen maken. Nee! Zometeen heb je het weer niet gered en dan... Ja, maar ik red het ook helemaal niet, want ik heb een Ender Dragon Head nodig. Je hebt een Ender Dragon Head nodig? Ja, Justine. Dat staat op mijn lijstje. Nee, ja, maar ga nou gewoon volle dingen maken. Hoezo hoeft die nou niet? Ja, die komt later pas. Ja, later pas, ja. En die bedden komen ook later pas, vind ik. Later. Nou, als Justin groter Oh. Ik ken nog maar 2 koekjes. Jeetje, Justin. Maar waarom heb je dat niet wat meer koekjes meegenomen dan? Er komt hier een charm table zo. Oh, dit is mooi. Wauw. Ja, maar de vraag is, vinden wij het ook mooi? Ik hoop het. Ik denk het niet. Nee, dat gaan jullie ook mooi vinden. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dat is mijn tekst. Dat zei ik net. Ja, maar daarom vond ik het leuk om ook even te zeggen. Ja. Oh. Ik ben gewoon groot fan van jou, Max. Ik wil jou gewoon even napraten. Die hoorde Justin ook lachen. Kun je fan zijn van hem? Oh. Nou, dit vind ik wel gemeen worden nu. Nu gaat het gewoon echt een richting persgedrag. Ja. Ik vond wel dat Rick ermee begon. Rick, hoe gaat het met Chestroom voor? Hoe staat het voor? Het gaat echt geweldig. Ja? Ja. Show af? Bijna. Nice. Hoe gaat het met... Met jou met Room? Ja. Ja, ook bijna af. Echt? Hoe gaat het voor met de wol, Justin? De wol stond niet op mijn lijstje. Dus volle bedden, volle... Banner. Ja, maar hey, hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Jumbo. Jullie moeten niet zeuren. Kijk, dan maken we hier een mooi kleedje zo. Oh. Dit is echt prachtig. Oh, kasteel! Heb je hem? Ik heb hem! Dat was je al die tijd nog zoeken. Ik dacht dat je hem al lang gevonden had. Ja. Wel een beetje slow, man, Justin. Ja, ik wou dat zeggen. Een beetje traag voor jou. Nee, Justin. Ja, maar niet alles. Niet alles. Nee, alle tijd verspeeld. Ik heb ontdekkingen gedaan. Ja, wat heb je gevonden? Voor nutters voor ons. Mooi weer, hè? Ja. Nou, je bent echt teleurstellend weer, Justin. Nee. Niet. Nee. Ik ga hier een item vinden en dan zullen jullie trots op me zijn ook. Ja, en anders dan is het wel weer goed, hè? Ja, als je iets goeds doet uiteindelijk wel. Maar dat betwijfel ik. Ik heb gewoon echt een goede kelder gemaakt. Max, ik ben iets aan het uittesten. Dat ik. Ja? Wat, dat had ik in de comments gelezen. Oké. Okay. Oh my days, het is ook nog echt zo ook. Wat had iemand gezegd? Ja, dat je van als je een sea pickle in de oven stopt, dan krijg je dus green dye. Nee, dat geloof ik niet. Ja, serieus. Ik heb lime is het tenminste. Lime dye. Oh, dan krijg je gelijk lime dye. Huh? Ja, legit. Wow. Wacht, ik kom naar het huis, dan gooi ik er even eentje in, kun je kijken. Dat vind ik serieus best wel een lijp uitvinding. Ja, toch? Even kijken. Ik heb er eentje in zitten. Ik heb light grey dye nodig. Hebben we nog van die grijze bloemetjes of niet? Weet ik niet. Hete shit. Hete koffie. Nee. Justin. Oh. Nu blijf je ook gewoon hier, hè? Nee. Je hebt helemaal geen tijd om dat nog een keer te doen. Nee, dat klopt. Justin, ik vind het wel een herhalende factor. Ja. Ik denk dat we hier even moeten over hebben. Nee, maar ik heb met Sebastian overlegd dat hij eruit... Nee. Ik mis iets. Wat mis je? Iron. Ik heb er 1. Heb ik ook al de hele tijd nodig. Mag die hebben, Rick? Mijn shuffle is bijna... Nu krijg je hem echt helemaal niet meer. Ja, Rick. Je moet hem nu geven. Rick. Nee, even stoppen. Daar krijg je hem. Jongens. Ja? Ja. Keldertje is officieel bijna af. Oh, mijn shuffle is... Ik weet niet waarom ik dat wilde zeggen dat hij bijna af was, maar hij is echt bijna af. Wat heb je nodig dan, Justin? Heeft iemand 1 ijzer voor me? Schaar, ja. Ja, die ligt hier gewoon. Ja, die heeft Justin.
Dus dit mag geen eten? Ja, wel. Oké, ik moet zeggen, dit ziet er op zich wel grappig uit. Ja, toch? Ja, nu je zeg maar dat neusje erop hebt gezet, vind ik je neus vind ik wel leuk. Hier, een eieren. Oh, oeh, top. Hè? Ik ben er ook trots op. Dankjewel. Je wilde me zelf houden. Nee. Dat heb ik nooit helemaal doen. Wel. Jij liegt. Ik lieg. Je bent een jokker. Jokker? Een jokkerbrokker. Ah, joh. Oh. Oké, okay, doen we zo. Gedaan, en dan komt die zo? Hier. Dan gooien we daar. Hier nog. Nee. Nee, hè? Nee, doe maar niet. Nee. Dus, zo, de kelder is af. Komen jullie kijken? Ja. Ja, kijk. Is de kelder welkom? Wow, wat een... Ik wil ook even kijken. Wow. Wat is dit voor een smerige grot? Ja, dat is gewoon een grot is het geworden. Maar het is wel de enchantment room dit. Dus we hebben nu onder het Kaukau huis... Heb je level 30 enchanten? Nog niet. Je kan dat je was level... toch jouw taak? Ja, nog mee bezig. Je kan level 4 enchanten nu. Rick, niet ja, dat doen. Is mooi. Nee. Rick, hij vindt dat niet mooi. Accepteer. Dat vind ik niet mooi. Ik vind dat echt mooi. Ja, maar jij moet je kist bouwen. Okay. Jij moet mijn kelder met rust laten. Mijn kist is al gebouwd. Ik jij ben moet mijn kelder met rust laten. Stop. Stop. Nee, maar met een wol ook echt. Mag ik dat wol hebben? Ja, natuurlijk. Ja, alsof het jouw taak is of zo om iets met wol te doen. Ja, ik had 41! Justin, alsjeblieft. Om je even vooruit te helpen. Laten we even slapen. Nou, dat vind ik heel lief van jou, Rick. Ik moet even iets doen, Max. Ik heb die Justin een beetje gegund. Lief van je dit, Rick. Nee. Thanks, Rick. Ik ga er niks mee doen, hoor. Maar... Hey, Linebed. Neem me terug, Rick. Justin, kom nou naar bed. Ja, ik moet banners maken. Ik heb geen tijd voor slapen. Kom nou naar bed. Het is de derde keer deze aflevering. Justin, ja, dan kan naar slapen. Bed gaan, ja. Kom nou even lekker liggen. Even lekker liggen. Justin, ben zo alleen. Mijn rechterkant is een beetje koud, Justin. Hey, ik heb een white banner. Justin. Hey. Daar is hij. Moet je me niet zo aanstaren, dankjewel. Zie je het ruiken aan ons dat we net wakker worden? Gadverdamme. Lekker die ochtendwalm. Lekker die ochtendwalm. Nou, koeien. Tijd op de hatsenbatsen. Papa en mama of ik weet niet wie wie is, maar jullie gaan hatsenbatsen met z'n tweeën. Hoppakee. Hoppakee, jongens. Hoppakee. Dan wachten we nog even met slacht tot het mis. Wie heeft de schapen kaal gemaakt? Ja, wie zou dat ook doen? Geen idee. We hebben helemaal geen wol nodig. Nee, klopt. Rick, waar is de ingang van de kist? Ja, die komt nog. Ik vind het zo stom dat er heel weinig spullen zijn. Ja? Justin. Oh, nee. Dit klinkt heel erg... Oh, dat is leuk. Nee, wacht. Justin, kom eens naar de kist. Oh ja, ik kom naar de kist. Ik kom eraan, hoor. Ik ben echt heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Jij moet de ingang vinden. Ja, wacht. Ik heb voor iedereen, wat kleding. Nee. Eerst de ingang. Nee, Justin. Ja, de ingang. Dit is hier. Justin, zoek even de ingang. Nee, eerste ingang. Oké, nee, wacht, geef mij maar kleding. Oké, kijk. Ik heb voor jou, omdat jij natuurlijk geel bent, heb ik prachtig. Ah, kijk. Een gele chestplate. Ik moet een ingang vinden. Nee, je moet ook eerst een ding zijn. En ik heb voor Justin. Justin, omdat jij kleding. Iedereen heeft kleding. Omdat jij een grijze baard hebt, krijg je van mij een grijs shirtje. Trek maar even aan. Ah, nou, wat zou er gebeuren? Oh nee! Ah, daar heb je hem te pakken! Ah, curse of mining! Er staat curse of mining op, daar hebben we je! Ah, laat hem gelijk verlossen van je ding! Pak hem! Nee! Hey, ik heb hem weer! Hij heeft in ieder geval geen last van dat ding nu. Nee, dat is waar. Just, je spullen liggen in de zeker op het waffen. Dus oh, ik kan gelijk mijn andere spulletjes droppen waar ik niks aan heb. Ja, je trui ligt er ook nog, dus vergeet die niet even zo, aan. Ik trek hem even aan, hoor. Zo, ligt die. Je hebt hem al in je inventory. Oh. Die. De Benner hebben we nog nodig, Max. Ja, alles heeft hij nodig. Dus hoe heb ik alles nodig? Jongens, hoe staat het voor met de taak? Ik heb mijn enchantment room heb ik, gemaakt. Ja, nou, gemaakt. Dan moeten we nu wachten rustig op de koeien tot die een beetje groeit zijn. Dan kunnen we met leren alles doen. Rick die is bijna klaar met de chest room. Justin, hoe staat het voor met je dinges? Nou, ook goed. Ik ga even in je kist kijken. Nee, maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Ik wou zeggen, het is behoorlijk weinig. Ja. Item, original. Ja, maar heel is veel dit? Is ook gerecycled. Hè? Liefst dagboek, groetjes zusje. En daarmee heb je hem gelijk gesigned. Ja, want dan kreeg ik een cadeautje. Oh mijn god. Hij heeft wel veel nieuwe items verzameld. Ja, dat is goed. Even in de lobby kijken. We zitten op 42,8%. Het is wel een miserige aflevering. Dat we begonnen op 41%. Ja, dit is, niet is toch een hele procent? Ja, maar dat is van 59% nog maar 58%. Normaal doen we echt wel meer dan dit. Ja, nou, doe dat maar. Hier nu hebben we een chest room. Ja. Nu hebben we een kelder met een. Met een enchantment room, zo, dat is ook mooi. Ik mis ook heel veel bloemsoorten, kleurtjes. Hoe kwamen jullie aan al die kleurtjes voor de concrete? Met die heb ik hem al gedaan. Ja, maar waar heb je die bloemetjes? Hier, oh. Dit is alles wat ik nog heb. Oh, dat ligt hier. Ga de farm wel even farmen. Hé, wie heeft mijn wol gestolen? Welke wol? Oh, die heb ik. Hier, alsjeblieft. Dankjewel, Rick. Volgende keer niet doen, hè? Ja, ik niet, nee. Nee. Wauw, Justin. Magenta banner, dat doe je mooi, Justin. Wat doe je dat goed. Dankjewel.
Wow, en nog een magenta bed. Een magenta bed, Justin, hoe doe je dat allemaal? Nou, gewoon klikken. Nee joh, Justin. Vet hè? Hoe doe je dat toch allemaal? Ja, dat zeg ik daar 3 keer al, Rick. Sorry. Je moet luisteren. Sorry, niks gebeurd hoor. Het is een gebeurtje, Justin. Ja, ik zeg het al heel duidelijk, Rick. Golden carrots. Oh. Wow. Dat is niks met, het heeft niks met wol te maken, is in dit. Oh. Echt weer corrigeren. Ik ga ook even wat tools ga ik beneden in de dingen zetten. Gaat de, het Charmed Room gaat een multipurpose ruimte zijn. Dat meen je niet. Echt? Ja, echt waar. Wauw. Ja, komt dit erin zo? Oh. Dan plaatsen we deze plaatsen we hier. Met die dan hier zo. Daarnaast. En dan die. Doen we hier zo. Jongens, het is een multipurpose room. We hebben heel veel nut heeft deze kamer nu. Je kan je van alles doen. Kom nu kijken. Je kan je echt van alles doen wat je wilt. Kijk, je hebt je kan enchanten, je kan de furnaces, je kan stonecutten, je kan de repair en disenchanten, je kan craften hier. Wow. Wil je deze ook toevoegen? Dat is wel vet voor het idee. Voor het idee is dat heel cool. We hebben niks aan ideeën. Het komt goed, Rick. Ga je even verder doen. Ja, komt goed, komt goed. We hebben geen glas. Hebben we geen glas meer? Ja. Huh? Oh. Ja, nee. Ik heb het gezien in deze aflevering, maar ik weet niet meer waar. Ik ga een nieuw glas regelen. Zo, jongens. Niet schrikken hoor, maar... Ja? Bim bam boom. Een light grey bed. En? Een light grey banner, denk ik. Nee. Nou, het is toch wel een light grey banner, hè? Ja, maar ik heb misschien... Hier. Alsjeblieft. Oh, thanks. Had je daar wat aan? Ja. Ja. Ik mis een... Een boontje. Heb je een boontje? Heb je nog een beetje stone toevallig voor mij, Max? Rick, je negeert me gewoon. Wat zocht je? Een boontje. Nee, gewoon normaal stone. Een boon. Nee, cobblestone. Ik heb wel white dye. Ja, ik heb cobblestone. Ja, maar ik heb normale stone nodig. Ja, maar ik heb cobblestone. Ja, maar dat is niet wat ik nodig heb. Hier, is cobblestone. Ja, maar dat is nogmaals niet wat ik nodig heb. Hoezo niet? Omdat ik dat niet nodig heb, Justin. Luister nou eens. Hey, jongens, mijn taak is zo goed als klaar voor vandaag. Want meer kan ik niet doen. Ik moet wachten tot die koeien helemaal vergroeid zijn en zo. Je mag mij nog wel even helpen. Nee, dat is wanneer. Dat is vals spelen weer. Probeert hij weer vals spelen, die jongen? Het is bizar. Ja, stom. Bizar, die reden. Wie werd hier geslagen? Oh, dat was Justin. Justin, nee, Justin. Dat is wat ik nodig had. Justin, ja, ik heb cactus nodig. Ja, maar je moet niet alles, dan kan het toch niet teruggroeien? Jawel, je hebt toch al meegenomen? Nee, dit is letterlijk de enige cactus wat we hebben. Man probeerde dat even om te smelten. Ja, maar Rick, nu mis ik er één. Ja, maar dat is dan de pech die je hebt. En dan de boommeel hier, oké. Jongens, we hebben ook een axolotl. Hoe heet die, Harry? Wow. Zijn naam is, zo even kijken, Bart. Bart is zijn naam, ja, Bart. Zijn naam is Bart. Ik vind ik ben wel tevreden hiermee, met de kelder. Jawel, hè? Ja, zeker. Ik ook. Dankjewel. Ik op zich ook wel. Even kijken of de koeien alweer zin hebben. Oh, natuurlijk! Vieze rikken dat het zijn. Tuurlijk hebben ze wel weer zin. Ja, vinden de kleintjes ook niet. Oh, jammer. Kijk, Rick, hoe ziet het hier binnen uit? Oh, dit gaat serieus. Je gaat je kist in. Moet ik kisten maken? Ja, graag. Ja, ik zou wel kisten maken. Ik ga je helpen. Bedankt. Natuurlijk ga je me helpen. Natuurlijk ga je me helpen. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ik kom wel gewoon naar elke opname, Justin. Ja, maar ik mocht niet komen. Je mocht wel komen. Echt niet. Je wilde niet zeggen, ik wil niet meedoen met de opname. Dat weten de kijkers niet. Maar ik was... Ik had niet genoeg betaald en ja. Je had niet genoeg betaald. Ja, jullie moeten mij natuurlijk betalen om mee te doen. Ja, dat weten we even kijken. Het zou wel een goeie zijn dat jullie mij moeten betalen om mee te doen met mijn video's. Ja. Nou jongens, dit was de laatste keer dat ik meedeed. Dit is de laatste keer dat Jurik en Justus zal zien in de video. Ja, gewoon voor altijd zeg maar. Dankjewel dames en heren. Mm-hmm. Betaal genoeg voor de vriendschap. Betaal genoeg voor de vriendschap, ja dat kost ook geld. Vriendschap? Heb jij dat abonnement genomen? Ja. Oh, die heb ik hier. Sukkel! Die heb je helemaal niet nodig. Niet? Nee. En dan kom je nu mee, Justin. Rick, je kan geen vrienden maken. Ik ga ook wel gewoon een pad maken naar je ingang. Dat vind ik... Max, jeetje zeg. Ja, ik ben goed bezig hè, voor jou. Ja, dit vind ik echt... Voor hem wel, ja. Justin, niet zo gemeen doen, nee, ophouden. Sorry. Justin, even niet zo gemeen doen nou. Even dimmen. Hebben we ook een bruine paddenstoel? Nee, even dimmen nou. Ja, had jij wel. Die had ik. Jij? Jij had die in je inventory toen je doodging en ik heb hem teruggegooid. Het kan zijn dat hij inmiddels een gebied spat. Ik heb hem in mijn inventory, Rick. Echt? Dankjewel, Rick. Alsjeblieft. Zo, dan is er een pad, Rick. Wat we allemaal voor jou doen is niet normaal, hè. Ja, ik ben echt trots op jou, Max. Lekker hoor, Rick. Justin, heb je nou weer mijn cobblestone uit de
uit de oven gehaald. Nee, dat heb je wel gedaan. Welke? Jawel, want je had de cactus in. Nee, die andere, die buiten staat. Die buiten staat. Heb ik niet gedaan. Jawel, dat je net cactus ingegooid. Oei, ik heb 64 koppels van in mijn team. Oh, Justin. Ja, maar dan moet je hem ook helpen. Ik denk dat die in de kisten moet, hè, Rick, zoals dit. Ja, gewoon in die dingetjes. Ja, in die dingetjes. Dat zijn een soort planken. Hoppakee. Geweldig dit, Rick. Kijk nou. Wauw. Geweldig. Dit is een rare deur, moet ik zeggen wel. Ja, dat is zo ver naar binnen open gaat. Ja, dat geeft effect. Oh. Wat voor effect weet ik niet, maar het is wel een effect. Hadden we al een blauw bed gemaakt? Nee. Maar ja daar slaap ik toch elke avond in. Ja, over blauw bed gesproken, het is tijd om te slapen, jongens. Hebben we misschien één... Jongens, ik lig in bed. Stop waarmee je bezig bent. Naar bed. Rick, waar ben je aan het haast? Justin, kom. We moeten slapen. Voor? De storm. Nee, maar even geduld, jongens. Ik moet nog heel even scheren en dan ga kom nou ik. Slapen! Ja, maar heel even, Dat was het einde. Hey. Dat was niet het einde. De video is voorbij, dankjewel. Inmiddels zo herkenbaar dat schreeuwen dat je gewoon de outro erachteraan kan horen. Ik kan niet slapen, want er is een monster in de buurt. Ja, Rick, ga even het huis uit. Kan je eerst slapen. Oké, sorry. Nee, is echt een monster in de buurt. Ook jouw bed ook alleen, hè? Die van nee, mijn ook. Jawel, mijn ook. Oh, die van mij nu ook. Wie is er in de buurt dan, hè? Waar? Hier staat hij achterhuis. Assistentie, ik schiet, ik sla met een schaar. We hebben hem. We hebben hem, jongens. Pak hem. Slapen. Jongens, ik heb drie handjes. Doe even niet. Sorry. Ik lig in bed. Hé, Justin, kom je hier terecht? Dat is mijn bed. Ik sla je dood. Ik kom ook boven en vervolgens lig je ook gewoon hier in bed. Zo het nooit gebeurd is. Je ligt in mijn bed. Hoe kan dat? Hoe kan je daar zo netjes liggen in deze? Het was zo raar was dat we dat eruit hadden. Ik dood je. Ik kom boven en je ligt gewoon in bed alsof ik je nooit heb geraakt. Hier, wacht. Je spulletjes hier. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat is een droom, denk ik. Ik ben ineens wakker. Ik kreeg heel hard een hit. Net voordat je dood gaat, word je altijd wakker natuurlijk in een droom. Oh, dus dat was hier gebeurd natuurlijk. Ja. Oké, het pad is gemaakt. Ja, het gaat de goede kant op. Dus nu is het tijd om... Oh, dit ziet er goed uit. Moet wel een beetje opschieten, Rick. Want we hebben niet meer zoveel tijd voor de video. Jongens, nee, hebben we aardappeltjes? Nee, we hebben nog geen aardappel. Dus eigenlijk moeten we even zombies killen en hopen dat ze aardappels droppen. Als we nou die villager Mark aan het begin hadden, nog steeds. Mark? Dat is ideaal geweest. Die is dood gegaan. Justin een stom huis had gebouwd. Oh, maar in het stomme huis leven we nog steeds. Ja, dat klopt. Jij was net dood gegaan in het stomme huis. Ja, dat was een droom. Nou ja, dat was een droom. De meeste dromen zijn bedroomd. De meeste. Jongens, de koeien zijn lekker aan het hatsenbatsen. Wie heeft mijn schaar erop? Wie heeft mijn schaar gestolen? Ik niet. Oh, die heb ik nog. Twee zelfs hier. Mag ik wel de kisten terug? Nee. Nee? Nee. Drop dan een kist in plaats van deze daar. Hier, maak gewoon. Zo. Dit is trouwens handig. Die schapen gewoon even... Ja, dat is een goeie. Verkleuren. Geen probleem. Wil je kisten nog? Ja. Nee, doe nou niet zo. Kisten in. Wacht. Ik stop ze in een kist. Ja? In een kist. In de kist in een kist. Dat is wel bijzonder. Tegen mij is eigenlijk vervelend doen. Nou. Justin, Rick, ik ga gelijk een nieuwe plaats voor je zo. Hop, hop. Kijk, hop. Wat doe je dat toch weer goed? Hop, hop. Hop. Hoppatee. Goed, even mij. Purple bed. Ja, je bent wel lekker aan het verzamelen. Ja, dus dat vind ik ook. Ik kreeg veel kritiek. Hé, hey, ik was bezig in die crafting table, joh. Oh, sorry. Daar maak ik me in die hoek geplaatst. Dat hij niet. Heb je ook dat dingetje nog terug? Wat? Ja, die heb ik waarschijnlijk per ongeluk aan Justin gegeven. Oh, nee. Welk dingetjes? Die krijg je niet meer terug. Ik ga nu naar de Nether, Rick, dus. Okay. Nee, man, je staat letterlijk in het monumenthuis. Dat was leuk voor de grap. De grap is nu officieel verpest. Oh, je moet hier ook eens, Rick. Ja, even kijken. Ik dacht hier misschien nog een stoomkutter en... Ja, maar die zijn wel in de kelder. Ja, maar het is ook makkelijk om hier te hebben. Nee, dan moeten we voor naar het kelderhuis. Nee, helemaal niet. Jawel, kijk, hier doe ik gewoon een kist in de kist. Dat is echt een poep bij het lopen. Nou, dat maakt niet uit. En hier kunnen we ook. We gaan het kakaohuis niet verwaarlozen. Ik word er een soort van mee bezig. Nee, het cacaohuis kunnen we niet verwaarlozen. Dat, weet je, dat zijn onze roots. Ja, dat is wel waar. Geboren en getogen in het cacaohuis. En wel pumpkins? Ja. Ja. Mag ik die? Ligt in het momenthuis. Mag ik hem? Dat zeg je? Nee. Ja, maar ik moet hem hebben, Rick. Nee, dat moet niet. Nee, die hebben we niet nodig. Nee, die moet je... Ik heb pumpkin bij je nodig. Ja, maar die mag... Nee, dat is het momenthuis. Alles wat erin zit mag er niet uit. Dat is illegaal. Oké. Je hebt hem eruit gehaald, hè? Nee. Die niet. Die niet! Wat heeft Justin? Ik ben het inspecteren. Nee, ik ben maar misschien is de hele aflevering... Wat? Heb je de hele aflevering al gedaan? Nee. Je hebt niet de items uit het monumenthuis gehaald, hè? Justin! Justin, het monumenthuis nee, hij heeft het echt gedaan. Wat heeft hij gedaan? Nee.
Hij heeft ook goud er zo eruit gehaald. Nee, ik heb geen goud eruit gehaald. Ik heb alleen het brokponge kapot gemaakt. Dat heb ik er weer teruggestopt. Oh ja, maar echt. Het monumenthuis is een heilig huis, Justin. Ja. Ja, maar hier liggen heel veel spullen die ik nodig had. En anders kreeg ik weer reacties van de kijkers dat ik het niet goed deed. Heeft heel veel spullen uit het monumenthuis heeft het gehaald. Nee, niet. Justin, illegaal. Ja, maar dit stond ook in het monumentenhuis en dit mocht ik gebruiken. Ja, dat wel. Ik was helemaal gedesoriënteerd. Hier, halen we hem eruit gelijk. Nee, die heb ik nodig. Ja, pak het op dan. Ja, ik heb geen spul van mijn kist. Hey, wortels! Die moeten we bewaren. Dan kunnen we varken breeden. En waarom zijn we nog niet aan het farmen, joh? Die wortelen. Ja, dat weet ik ook. Je gaat gelijk farmen. Oh, Justin. Ik heb zo mijn best gedaan om al die spullen te bewaren. Ja. Zo. Maar had je het er bezig? Ik ga gelijk worteltjes farmen. Die hadden we namelijk nog helemaal niet, worteltjes. Hadden sinds wanneer hebben we een wortel? Geen idee. Ik heb andesite nodig. Heeft iemand dat? Nee. Ik heb wel cobblestone. Had je dat nog nodig, Rick? Nee, dat heb ik niet nodig, Justin. Nee, bedankt. Je gooit ook gewoon 43 cobblestone weg. 38, sorry. Ik ga even prismarine halen. Ik geef nee. Ja, ik heb het nodig voor me. Daar heb ik nog geen tijd meer voor. Ja, we zijn zo meteen klaar. Ja, maar wat moet ik doen? We zijn bijna klaar. Ik geef van prismarine hakken. Oh, jongens, pilletjes. Ik heb een schaar. Is dat genoeg? Pilletjes. Rick, ik denk dat je weer naar boven moet. Rick. Ja, ik ben nog even bezig. Assistentie, collega. Rick. Ja, ik kom eraan. Het is tijd om te vechten. Oh. Tijd om ons dorp hier, ons prachtige dorp dat we hebben, te verdedigen. Heeft iemand nog een wapen voor mij in dit gevecht? Waar is het dan? Ja. Ik heb een schep. De schep is genoeg. Ik ga vechten. Hier. Oh, daar. Assistentie. Oké, let's go. Vechten, jongens. Heeft iemand een schild voor die dingen? Er zijn er maar twee. Nee, maar die vlag was er ook. Die guy met de vlag was er ook. Oh, ik zit in het water. Ik had hem in zijn rug. Lekker. Hier, jongens, deze voor jullie. Hoppakee, pak hem. Lekker. Oké, die guy met die vlag was daar. Laten we die ook gewoon killen. Ja. Waar? Oh, daar. Oh, het zijn er toch twee. Kunnen we hem niet beter verbranden? Anders krijgen we... Oh nee, want we hebben zijn toch geen villetjes in de buurt. Auw. Auw. Ja, die is dood. Heb ik al bad open helaas, maar dat maakt niet uit. Oeh. Nou, dat hebben we goed gedaan. Lekker jongens. Goed bezig. Oh, dan hebben we een nieuw iets voor in het monumenthuis. Dit is een mooi monument. Dit. Meen je niet. De banner. Pas het bij het cacaohuis. Wat zullen we doen? Monumenthuis of cacao? Ik denk als schilderij in het cacaohuis. Ik denk als schilderij in het of. Boven bed. Ja, we hebben nog helemaal geen decoratie hierboven. Nee. Mooi symmetrisch, juist. Dit is mooi, hè, deze plek. Ja. Dit is een prachtige plek. Ja, dit is top. Is hij echt heel mooi? Ik heb nog voor een uur 39 minuten heb ik bed, Omen. Dat duurt hem. Klinkt als een pretje. Ja, dat de koeien zijn lekker aan het breeden, jongens. Het varken die is heel ongemakkelijk een beetje aan het staren naar alles. Ik ben echt blij maar met de koeien zijn lekker aan het breeden. Ik zit nog eens even een keer naar de kist te kijken, maar jeetje, wat een kist is het, hè. Ja, dat kan je wel zeggen. Wat een kist. Jongens, het is tijd om de kistenkamer een goedkeuring te geven. Rick, ik heb hier jouw laatste kisten. Ja. Het zijn er vier. Waar moet ik die plaatsen? Hier doe ik twee zo. Ja, en doe er hier ook maar twee. Hier doe ik er ook twee. Hey, goedemiddag, ik ben van de bouwinspectie. Ja, ja. Kan jij eens even goedkeuring geven over Rick's kistenkamer? Kijk, we hebben een beetje de buitenkant van steen teruggebracht. Mm-hmm. Hij is een beetje aan het controleren. Ja, ja, ja. Ze staan allemaal met een fundering, dus ze kunnen niet omvallen. Ja, nee, dat zie ik. Hoe is dit vast? Ja, dat zeg ik met een fundering. Fundering. Zit... Ja, ja, ja. Nou, niet te veel indoen natuurlijk, hè, want dan stort het in. Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar zijn stenen, die zijn ja, dus dat wel aan. Licht gewicht boven, zwaar gewicht onder. Prima. Ja, oké. Okay. Kom ik volgende keer terug. Is okay, goed. Is goed. Moet je wel weggaan. Oh, sorry. Hey, fijne dag. Ja, geen probleem. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Justin staat achter de deur een beetje creepy te zijn. Vond je deze video nou zo leuk? Laat dan zeker even een reactie achter met wat jullie nou zo stom vinden aan Rick. Ben ik nou echt benieuwd. Dit is niet wat we hebben afgesproken. Nee. Waarom is Rick nou zo stom? Laat even een reactie weten. En vind je het nou zo leuk ook nogmaals? Abonneer dan even en kijk dan nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Die was echt leuk. Hierin is Justin echt een grote loser geweest, want hij heeft al zijn taken verwaarloosd. Nee. Hele leuke aflevering. En nu spreek je later, Klaasje Waterkant. Ik wens je tot de volgende keer.